En Jan muzikaal dan? Ik bedoel, heeft hij daar nog iets? Nee. In de rook te brokken? Ja, hij zegt af en toe... Hij komt wel met ideeën of zo, weet je. Hij heeft zelf ook gespeeld natuurlijk. Maar. Hè? Webcam Girl had toen wel, toevallig wel een soort van basisidee. Maar in principe is het niet iemand die... Nee, met de clip. Ja, met de clip. Dit is altijd heel mooi. Dan hebben we bijvoorbeeld in de limo, dat is een leuk proces. Dan ga je naar optredens en dan heb je soms een wisje even ideeën uit voor een clip, voor een volgende single of wat dan ook. Nou, en als er één iemand is met een brede en grote fantasie, dan is Papa Dickie wel. En voor Papa Dickie, dat is zo leuk. Weet je, hij heeft zo'n fantasie en in zijn ogen is ook alles mogelijk. Weet je, hij zegt, ja, en dan met Blind View bijvoorbeeld en dan de clip. Zit er gewoon over clip te willen en dan zit hij al een heel plan uit te denken hoe die clip er nou uit moet zien. Ja, en dan een waterval en dan komen jullie uit en dan komt er een vliegtuig en een heel heftig idee. En bij Webcam Girl bijvoorbeeld, die clip, die heeft hij helemaal bedacht. Ja, dat is gewoon lachen. Weet je, als je een clip met humor wil, dan moet je bij Papa Dickie zijn. Hij heeft een hele, hele brede fantasie, maar dat is puur clipidee. Verder kwam de muziek die we maken, heeft hij geen vinger in de pap. Dat zou kunnen. En deze nieuwe clip, I Just Can't Stand, wiens idee was dat? Ja, qua basis, ja. Nou, het idee waar kwam ik mee om twee clips in één te doen. Dat was natuurlijk een beetje het gebeuren van A Good Thing en I Just Can't Stand in dezelfde setting neer te zetten. Twee clips, twee. Nee, één twee clip in twee. Ja, precies. Twee clips in één. Ja, één clip verhaal. In twee. Ja. Eén verhaal in twee clips. Ja. En dat idee had ik een beetje gekeken van Bobby Williams. Die had dat ook gebruikt. Bij welke dan was dat? Dat The Road to Mandalay. Ja, ja. Precies. En dan heb je ook nog... hebben ze dus zeg maar met heel die overval en dan zie je op een gegeven moment andere clips hier hoe ze daar dan van profiteren van die overval. Zie je zomaar champagne drinken. Dat come on down, volgens mij. Dus ja, volgens mij die twee. Ja, nee, even dat idee. En de clipmaker die heeft dat eigenlijk helemaal uitgeschreven en ook wel gebruikt, het element. Maar die heeft het nog vetter gemaakt door dingen reverse te maken. Dus de verhaallijn om te draaien. Dus dat je eigenlijk als het verhaallijn zelf zeg maar begint met clue. Maar voor de kijker is dat de beginnende factor. En bij de tweede clip is eigenlijk, en ook deels voor de eerste clip, begint het andersom. Dan is eigenlijk voor de kijker de clue aanwezig, terwijl het eigenlijk het begin is van het verhaal. Beetje momento. Te veel momento, die heeft het ook. Die heeft het er ook in. Maar wij zijn zelf een beetje toch wel van mening dat clipmakers goed zijn in clipmaken. En dat wij lekker moeten schrijven en in de oefenhok moeten gaan zitten en muziek schrijven. En soms hebben we gewoon wel zelf een leuke idee. En die proberen we altijd. Als we echt een storyline of een bepaalde sfeer in de clip willen, dan kunnen we daar altijd zo gelukkig. Ja, dan gaan we wel zitten met een clipmaker. En als hij met een kut idee komt, dan zeggen we ook van ja, het is gewoon een kut idee. Ja. En dat moet daar en daar beter, of dan gaan we met iemand anders in zee. Heb je bijvoorbeeld zeg maar dat idee voor deze twee clips, was dat voor Good Thing al, dat idee? Ja. Okay, dus eigenlijk heb je twee clips op één dag opgenomen. Op twee dagen, ja. De eerste dag, dat was leuk, de eerste dag Just Can't Stand. Want daar was het huis nog, zeg maar, het huis zeg maar, waar het allemaal geschoten is, het verhaal. Op de party, het moest beginnen op de party. En Good Thing is de afterparty, dus dan moet het huis helemaal naar de kloot zijn. Dus we moesten Just Can't Stand wel eerst schieten. Ja. Nou, daar heel het huis vernieuwd. En dan de tweede clip, dus de dag later, eigenlijk de eerste clip van Good Thing, hebben we dus de dag later geschoten, toen het huis dus helemaal getrashed was en alles. En welk huis was het? Waar? Een speciaal huis die daarvoor geleend wordt voor producties. Voor Ik weet niet eens. Okay, geen huis geen kennis iemand. Of zo. Papa Dickie's huis of zo. Nee.